this, I will be ready. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Alright, I'm in position above the casino. Let me know when our guy's on the move. Might be a while. He's still doing pretty well at the table. Wanna be the biggest dreamer. Okay, he's on the move. Stay out of sight. Once I find where they're keeping Wolf, I'm not gonna get him out. I've appropriated one of the malicious trucks. Special agent, whoa. Isn't stealing cars illegal? Section 150 of the Federal Penal Code stipulates that a law enforcement officer is authorized to commandeer a civilian vehicle in order to catch a suspect, escapee, or prevent a crime. Ook al, zelfs als de civilian in de auto zit, thanks American police. Lovely. Never forget. Heb je weet dat nog, toch? Of niet? Wat ook weer. Dat één iemand, dat lijkt... Twee politieagenten waren al gezet achter iemand aan in een truck. Weet je wel? En die twee persoon had lijkt gijzelaars. En schieten de gijzelaars neer. Ah, als er geen gijzelaars zijn, dan kunnen we hem neerschieten. Dat is like genius, hè? What the fuck? Ja, yeah, what the fuck? Kijk, dit is waarom ik niet, like, want iedereen, dat, we zijn tegen vigilante justice, want ja, hun kunnen niet zomaar bepalen wat juist of niet juist is. Maar laten we niet like, tegen ons liegen en zeggen ook dat, like, ja, dat je de overheid compleet vertrouwen met politie is ook een goed ding. Nee. Want deze politie kwamen er gewoon mee weg, weet je dat? Ah, dat kan gewoon niet. Nee, nou dat we zoveel fucking shit geven aan politieagenten dat ze daarmee wegkomen, dat klinkt als fucking onzin. Dat is waarom veel mensen like, politie haten in Amerika en ik denk dat de goede politie daar ook problemen mee hebben, want zijn, like, zijn goede like, agenten. Absoluut. Die dan like, steeds van fuck me, dus ik wil gewoon mijn werk doen en ik word beledigd door domme collega's. Dan zijn de domme collega's, weet je wel. En zei, lekker zeg je werk en dan komt deze een of andere klootzak die jouw naam gewoon zwart maakt. Omdat jullie allebei dezelfde uniform dragen en zo. Ja, en het zou niet zo erg zijn geweest als het tenminste dan, like, ja, justice stop. Was voor like, de victims. Ja, maar dat is niet zo, dus dan is het like, wow, fuck me. Like, dat doen ook bijvoorbeeld toen de politie werd gebeld omdat iemand zelfmoord wilde plegen. Want de politie schiet het neer. Genius. I think he called the suicide hotline, not the suicide prevention hotline. Oh, ik hou van die video. It's like, oh, I see what the problem is. You wanted to call you called the suicide hotline. We help people kill themselves. So like, are you gonna pay this now or are you gonna pay this later? Oh, you hang up. Be honest though, it's like... Eigenlijk was dit gewoon reverse psychology, want hij stopte wel met zelf... Hij ging iets zelf verplegen na dat. Yeah. You know, ik zit eigenlijk over na te denken though, it's like... Je gaat zelfmoord plegen... Maar dan was bij de politie erbij en I'm like... Of was iemand, of was het een buitenstander die de politie belde? Een buitenstander belde de politie. Alright, now that makes sense. En dan zei, dan gaan we roepen tegen de politie, fuck you, voor om hem helpen met zelfmoord te plegen, you know? De bedoeling was om het te stoppen. Te stoppen met zelfmoord plegen. Like, hoe gaan we dat doen? Just kill him, dan is dat suicide. Daar gaat de tapset meme weer. Is dat suicide if you kill him? If you kill him. So, any lore explanation for the fucking corrupted? There is, maar we kunnen het nog niet echt over praten, want het is spoilers. I see. Maar geen wonder waarom de fucking mini-chat heeft over deze fucking devils. Dus dan kijk naar deze fucking shit. Ja, maar ik denk dat ik zo'n beetje dezelfde fucking like, ding ben als hun. I know, dat is de fucked up gedeelte. Dat ik superkrachten heb, fuck off. Wat de fuck is deze end ding te doen? Oh, conduit! Hij klimt onder de fucking brug. Ja, en onder het water. Alright, please. Explain. All conduits are emperors. If he breeds, he's a freak! Alright, so, hoe zit het met deze fucking end thing? Ja, deze is niet anders en zo vol naartoe gegraven. Gebruik granaten, zijn het beste. Hij schiet shit naar je toe, dat best vervelend is om eerlijk te zijn.
En dan kan het tegen je charge wat je beter van kan ontwijken. Aha. Natuurlijk, de punch shockwave doet schade eigenlijk. Dus je kan ook de shockwave gebruiken in de evil playthrough. Big ass filthy mole monsters. Once I am not the biggest freak in town. Cole, I got Wolf. We're moving for the truck. I'll see you there. You're gonna want to hurry. I think we tripped the alarm on the way out. Waar me dadelijk aan denken is dat ik voor een of andere reden had ik de neiging om naar de fucking lichaam van de mol, toe te gaan. Voor loot. Ik heb te veel fucking gegamed. Dus dan zie je, en dan heb je deze rare gedoe met de tweede second. Waarom ga je niet naar de lichaam toe? Wie weet, hij heeft misschien sick loot of monster materials. Dat is not how it works. You don't do that here. Maar als ik het ook Witcher had gespeeld, was een hele lange tijd geleden. Oh wacht, nee. Breath of the Wild doet dat ook. Alright, never mind. Naar de korps toe gaan. Je loopt best wel flink achter met anime, though. Oh ja, absoluut. Misschien moet je daar wat mee mee gaan doen. Dan kan ik niet, ja, zo'n Love is Wars geweldig zijn. Dus... Why? I fucking know. Let's go jump in the back. Dr. Wolf, glad you're still in one piece. More or less. Bertrand's interrogation methods can be quite creative. He tortured you? What did you tell them? Hey, we need to go. Plenty of time for talk later. He's right, you know. Mm-hmm. See you later, old timer. Bertrand. Okay, Breath of the Wild heeft me daar ook al een beetje like fucking angst mee gegeven, is dat ik weet. Met Breath of the Wild, als je toevallig in like, dingen zit te rijden zoals, in de, zoals dit, ja. Is het alsof jij gewoon in de lucht zweeft en het ding beweegt gewoon. En het voelt, en het voelt raar, want er is ook een kans dat je ervan af kan vallen op die manier. Of het lijkt tenminste zo. Nee, dat gebeurt niet zo. Er zijn niet vondenwissers, het lijkt zwaartekracht werkt niet op ons, denk ik. Right. Want buiten het feit, weet je wel, buiten het feit dat je zo makkelijk kan draaien, dat is toch gewoon de game thing, right? Ja. Dus ik geloof niet dat mensen ook zo makkelijk kunnen vallen van een auto. Nee. Tenzij ze natuurlijk de shit doen dat Colin het doen is. Dus ik, stel je voor, ik zit de hele tijd fucking energie weven dat ik er af te vuren. Ik kan me voorstellen dat mijn balans hiermee zou verliezen. Als je nou clipt, kun je dit ook doen, Enders. Ik guess so. Dus ik kan dan rustig mijn gun ook pakken en gewoon alles neerschieten in onderweg. Ja. Ik kon deze school shooters en Antifa en zulke dingen. En ik was iets van. Weet je, daar is het probleem de overheid. Just go to the government. Why don't you do that? That's always the little thing. Want de Antifa is ik weet geen. Is te mieterig om iets te doen tegen like, de fucking mensen aan top. Is een side note. Ik denk niet dat je dat echt moet doen. Like, don't actually go to the government and kill everyone, please. No, don't kill people, but do something, please. But if you're just going, as you said, if you're just going to like supposedly attack the government, then just attack the government and not attack the people. Like de autocas tegen de corporaties. Oké, van de corporaties aan. Denk de fucking mensen die in de corporaties. Dus ik, wat zoek je van deze fucking mensen die aan het werken, die ze gewoon het lustig een dagje aan het besteden zijn, right? Ja. Dat is mijn favoriet, dat is like, mensen die lekker rustig op straat aan het protesteren zijn, of voor like, mensenrechten of elke soort onzin. Ja. En dan komt Antifa eraan om opeens dat te fucking aan te vallen. Is er geen bedrijven die je moet aanvallen, you know? Like Google, or Google? Protest is oké okay wanneer wij het alleen maar oké okay wanneer wij het doen. Wanneer iemand anders het doet, dan sta je deze protest. Ze protesten voor het verkeerde ding, ze mochten ze niet meer. Man. Uh-oh. Oh no. I just think it's over now. Well, fuck, Ennis, we gaan dood. I know, but Antifa wordt gefunded door George Soros, een rijke Jew, zo. So. Ik ga er niet op in, anyway. God, it was like a small death. Couldn't do a damn thing as the militia carried Cole away, but at least she was alive. Wolf, he was gone. Damn it. And without him to guide me to more.
blast cores, I won't be far behind. Hell, at that point, just crawling my way into the storm drain was a trial. That thing from Empire City, I can feel it. It's coming for me. Now I got no way to fight back. Well, stel niet zo erg aan, joh. Vinden ze wel. Vinden ze toch. Hoeveel is 1068 miles anyway? I don't know. Oh, we did it, Dennis. He got killed and we lost. Cole! You there? Yeah. What the hell happened? Militia got Quo. And Wolf's dead. Dead? Look, man. I don't really feel like talking right now. Well, I'll see you later. Oof. Ik heb de suicide plan gebeld. Hey man, I think I stumbled onto some good news. Come on by when you get a chance. Ah, Wolf is dead. I have the sets. Time to go and destroy Naruto's village. Yeah, let's destroy Naruto's village. The sets do. Nou, Naruto's dorp heeft zijn laatste dagen gezien. Audio surveillance of Joseph Bertrand, file B082. We need to do something about that swamp trash. She's been killing my boys and disrupting my operation. It's costing me money. The men are starting to get superstitious. I know, yeah, there's a blessing that's glitched. Just gonna need to fuck. And tracker once you spell the old start to fuck. What did you have in mind, sir? Well, I thought perhaps you could rip up some kind of conduit radar, something of that nature. Does this take precedence over the five other projects you have me working on? No, damn it! You finished those other things first. But the conduit detector, put it on the list. Damn, it's making it work like a slave, zoals de Romeinen in Duitsland. Nothing but Bertrand propaganda. Whew, that's crap. Let's show these folks some real entertainment. Okay. Disable a few TV dishes around there, and I should be able to hack the feed. Dus vind jij een hacker? Nou, hij moest toch iets doen in een fucking 2 jaar timeskip. Ja, het was een maand. Een maand timeskip. Ja, ik ging gewoon lekker naar college toe. What the fuck? In een maand? Ja, ik heb het nooit afgemaakt. En ik heb nooit de fucking fees betaald. Dat is op jouw rekening gezet, by the way. Fucking dick! Je hoeft je geen zorgen meer erover te maken, though, want ja, het is, like, iedereen is al dood, dus... We kunnen daar niks betalen meer. Iedereen die... ja. En we hebben nu een Graviton Blast gekregen, dus onze, like, shockwave... heeft, like, anti-zwaartekracht properties. Waar de mensen langzaam vallen, dus dat goed. The shit. Well, I guess, you know, je gaat een beetje meer je huiswerk doen over elektriciteit en shit en zo. Je gaat een beetje meer wild. Great. Get closer to the screen so you can watch me work my magic. Almost got it. Just a few more wires. Press play. We are live. Ah, oude cartoons. Man. En zei ik, you remember this? Now that's entertainment. Ik had jou de fucking ding gestuurd. Hmm? Dat was ook weer een of ander like edit met Tom en Jerry en like the fucking whole life cast, right? Ja. En is ik zat ernaar te kijken en ik zat meer te kijken naar dan Tom en Jerry's gedoe. En ik like, mijn god, Tom en Jerry is zo fucking violent. Like holy shit. Ja, het is. Weet je wat jammer is, though? De maker is dood gegaan. I know, right? It sucks. It really does. I had like the fucking een van de beste fucking fucking cartoons gemaakt. Het is mijn favoriete Hollow Life edits. Is dat like, ze zitten samen like Ark Survival te spelen. En ze proberen deze ene lange fucking wees in de lucht te vangen. Dus ze like helpen deze ene like VTuber om met een grappling hook om like van één vogel af te springen naar de andere vogel toe. En als hij doodgaat, gaat hij iedereen te juichen. Yes! En dan zie je deze fucking wie met de grafkist dansen bij de andere clubs.
Ik heb dat gestuurd toch? Die grafkist. Dans aan het zingen is. Volgens mij heb ik die niet gezien, man. Nee, ze heeft het aan het doen. Maar nee, ik heb gestuurd op Discord, dus toen moet je daar naar kijken. Man. De fucking grafkist meme, daar ik hou van. Dus ik had je toen wel die ene TikTok filmpje gezien, hè, waar deze gast like, toevallig een stopcontact in het water had laten vallen. Ja. En wilde hij het gaan oppakken. Maar de dichter bij zijn hand kwam, de dichter bij de fucking schatkistdansers erbij kwamen. Ik laat het aan mijn moeder zien en ze denkt van, what the fuck zit ik daar te kijken? Nou, dat ik zie ze de fucking put zetten. Ik zo, oh, I get it. Ah. Dat was ook weer de verhaal met de schatkist dansen. Zeg, iemand ging ook weer dood en ze gingen dansen er doorheen en ofzo? Het is gewoon een muziekvideo, denk ik. Ja. Oh, it's beautiful. Ik vind het gewoon leuk, want het is gewoon leuk om live voor de Dutch. Als ik niet ga dood, is het gewoon een grafkist dansen. Dat is hoe het vaak gaat. Slechts proberen we elkaar altijd te verwoorden. En dan zijn ze van, yes, iemand is dood. Slechts, what the fuck? You know, it sounds like the early stages of grieving in it with Ennis. Dammit, te snel. What a specific fucking target. Oh god, everybody is dying! Wait, let me get the picture though. Let me take a selfie. Oh wait, now I can kill everyone. Maybe those monster images will expose a weakness. Don't lose that camera, man. It's starting to pan out. Okay. Dus hier heb ik een probleem met het bezorgen en bestellen nu. Want ze horen like de bestelling op de grond te gooien. Oh nee, laat maar eens boeken komen. The world mourns the tragedy of Empire City, and its loss continues to be felt. As a major economic center, the city's destruction has had a destabilizing effect on the nation's economy and on world markets as well. Shipments of foreign oil have been delayed. The center of U.S. commerce, the Empire Stock Exchange, is gone, costing untold trillions. England, France, and Germany, while claiming to support the United States in this troubling time, have all suspended travel to our shores until more information on the Empire threat comes to light. Despite the global economic crisis, one corporation continues to show a profit. Vermaak 88, the South Africa-based security company, has announced today that it's become the largest private military contractor in the world. Vermaak expanded its operations 43% in the last 5 years due to lucrative government contracts with the US during the war in Iraq. Who is she anyway? News reporter. Oh ja, we hier in het bos geluk kreeg, dus nu kunnen we meer natuurlijk gelijk hier als wel. Hey Cole! What do you want, Zeke? Cheer up, man. Things been a crap ton worse for us than this. We always get by. I don't know. I feel a little low on options here, Z. Like it or not, that beast, it's gonna be my responsibility. Now, Wolf, the only person who could help me kill it is dead. Come on, we still got the RFI. That thing's a paperweight without blast cores. Gonna find him. I don't know yet, but I'm working on it. What's with the binoculars, Zeke? Spying on some chick in the shower? Not this time. Not this time. Is that the way to get out? I found Quo. Heard some gal escaped the lynch mob and took off through the swamp. Probably hiding back in one of those bootlegging shacks they got back there. All right, go check it out. Thanks, man. It's good work. There we go, Zeke. You're doing God's work.